Ik was weer thuis aangekomen. Ik ben goed geholpen en ik voelde me al een stuk beter. De zuurstofmasker had ik nog wel even op, maar ik merkte dat ik steeds meer begon te wennen aan deze atmosfeer. Toen ik eenmaal thuis was, maakte ik toch nog heel even mijn huisje een beetje schoon en maakte ik me klaar om verder te gaan aan het huisje. Want ik miste nog een hele hoop dingen en eventueel kon ik nog wat dingen van vroeger weer terughalen. Maar toen kreeg ik ineens een berichtje van een robot. Een verleden? Maar het lijkt helemaal niet meer op de tijd van vroeger. Toen zag alles er anders uit en toen hadden we wel robots, maar nu niet meer toch? Wacht even, de laatste robots die ik heb gezien, die... Nee, dat kan niet waar zijn. Ik kreeg een berichtje van een robot en ik moest er wel op af. Dus, we gaan hem zoeken. Ik ben benieuwd, wat zou er aan de hand zijn? Zou dit een robot zijn, zoals vroeger? Hallo? Nog geen spoor van een robot. Als het echt zo'n robot is als van vroeger, dan... Wat moet ik dan doen? Hier staan allemaal mensen. Weet niet, robot... Hallo? Wie is er? What the fuck gebeurt hier allemaal? A fucking pingwing in Swiss. Oh my god, you have a zoo. Ja, ja. Oh, ik moet België berichten. We hebben een pingwin gevonden. Blijf hier. Staan blijven. In de hoek. Get in the corner, piece of shit. Or I'll piss all screw with you. Ik ben geen pingwin. Ik ben geen pingwin. Yeah, that's what all the pingwins say. Ik moet hier echt weg. Je moet hier niet weg. Je moet hier niet weg. Jij moet hier blijven, want er... Loop maar even mee. Kan iemand mij alsjeblieft zo ver mogelijk weghouden van die robot? Wie ben jij? Robby, vriendelijk. Niet zo, Robby, ja, Robby, vriendelijk. Ja. Oh. Ja. Meneer. Oh. Maar ik heb hem even vastgedaan. Ja? Meneer. Hij is bang voor mij. Waarom? Ik weet het niet. Diegene die mij vast heeft. Wie ben jij? Nou, ik kan eerder vragen wie ben jij? Jij komt in mijn land. Jij komt hier aanlopen. Ja, ik ben de president van Zwitserland. Dat is waar je op dit moment... Okay. Kijk, eindelijk. Oh, nee. daar is België. Help. Ja. Oh. Doei. Daar Hallo? Is Link. Hallo? Wacht, Pudding moet hierheen. Pudding? Waar is Pudding? Ja, Pudding moet hierheen. Wij hebben hier Link. Ja. Jij hebt dat aquarium en je hebt die ijsberen. Wij hebben voor jou gevangen een pinguïn. Nee. We hebben hem. Ik ben geen... Nee. We hoeven hier niks voor terug. We hebben hem aan het spartelen, joh. En ik die hengel halen en ik heb hem eindelijk vast hier. Ik kom niet weg. Ongelooflijk. Nee, Robby. Robby, stop. Hey, blijf hier. Deze pinguïn die moet dringend naar België. Dat is Pudding, laat hem nou even. Wacht, ik ben in België geweest. Honkie is een maat van mij. Honkie die kent mij. Nou, dan kan je hem nu dagelijks zien. Hij heeft mij geholpen. Ja. Hij heeft mij geholpen. Wat is er nou aan de hand? Ze nemen me zomaar mee. Ik ben geen pinguïn. Ze zien het helemaal verkeerd. Ik kwam hier om af te spreken met een robot. En dit gaat helemaal fout. Je had wel een soort verblijf ervoor, toch? Andere kant hierin. Tussen de ijsberen kan die wel. Kan ja, dat dacht ik ook zo al. Koud, zo koud. Goed gezien van jou, Pudding. Pudding had hem gevonden, hè? Nee. Pudding zag hem. Ik ben geen pinguïn! Ik ben geen pinguïn! En dat hij zelfs nog kan praten is zelfs nog extra ook. Dat is toch bizar? Even doorlopen. Honkie! Honkie, help me! Even kijken. Ja, we gaan hierheen. Nee! Jawel.
Kom. Ik ken Bonkie, dit. Die komt ik je dit. Gewoon vrijwillig ik, bezoeken. Nee, ik ken de bel. Ik ken de plasvijver. Ik ken het huis. Ik ken alles. Ja, en nu ga je naar het aquarium. Die ga ik ook even kennen. Zo. Ja. Link, dit is zo bizar. Je moet meteen mensen uitnodigen om te laten komen om te kijken. Naar het exotische dier. Ik ga een meisje uitnodigen. Jullie hebben echt geen idee wat jullie doen nu, hè? Oké, ze komen eraan. Oké, top. Jullie hebben echt geen idee. Ik heb ze gebeld. Kijk, je kan hier. Ga maar omhoog. Ja. Ja, gaan we er maar in. Kun je mij horen? Ja. En in. Oh! Hoppa. Nieuwe habitat. Je hebt gewoon een pinguïn, joh! Je hebt gewoon een pinguïn, wat gaaf! This is very nice, look at this. Kijk nou, hij beweegt zelfs meer dan die ijsberen. Hij heeft zijn eerste interactie. Help! Zijn eerste interactie. Help! Oh, hij schreeuwt zelfs dat is van blijdschap. Hé, hey, nee. Hij slaat het plafond, wat is dit nou? Het dak is heel stevig. Het gaat niet kapot. Dat is waar. Het dak is wel heel stevig. Help! Haal me hier weg! Haal me hier weg, ik ben geen beest, ik ben gewoon een mens. Ik kan alles uitleggen, ja? Die spraakdingetjes die ik heb toegevoegd dat ze dingen gaan uitleggen, dat is sick tegenwoordig, joh. Ik ben Ixion. Ik heb 1000 jaar vastgezeten. Lijkt een beetje op Malino. Die zat ook 2500 jaar in de grond, toch? Of zo was dat. Ik hoor een documentaire bij Pudding vandaan komen. Yeah, I'm watching a Pudding documentary. It's about him. Oh. Dat is niet ik ben geen pinguïn! Oh, he's mating! Oh! Robot! Luister! C4! Ja, ik luister. Meester, wat is jouw naam, robot? Wat is jouw naam? Meester CC44. CC44, jij moet me hier uitredden. Je moet me hier echt vandaan halen. Ik kan... Ze komen terug. Ga terug. Honky, luister nou! Honky, je weet wie ik ben! Nuclear. Oh, stop. Je geeft me echt een vis? Jij weet wie ik ben! Oh, ik moet echt... Honky! Jij weet wie ik ben! Je weet wie ik ben, je kent mij! Ik ben geen pinguïn! Ik ben geen pinguïn! Noxie, jij weet wie ik ben! Ik heb zelfs je telefoonnummer! Wat gebeurt er? Niet vechten! Hey! Kijk uit! Kijk uit! Wat? Moet de pinguïn eruit? Moet de pinguïn hieruit? Hij huilt! Pinguïn, je kan eruit. Kom hier. Ik heb hem aan de hengel. Kom maar. Hij doet geen koersje. Mag ik met je echt waarde voor je geld even wachten? Oké. Kom maar mee. Hey, Pinguïn, ga maar naar binnen. Pinguïn, ga erin. Nee, ik wil hier niet in. Ja, je wilt maar het is leuk. Alleen een pinguïn zou hier niet in willen. Kom maar. Nee. Dit is al eerder gebeurd. Nee! Wacht, misschien moeten we even luisteren. Wat is al eerder gebeurd? Nee, joh. Nee! Gewoon laten springen. Nee! De hoepel. Pinguïn, kijk, hier is vis. En hier ook, vis. Oh, kijk eens, pinguïn. Oh!
Het is overdodelijk, de pinguïn. Het is een beetje een trage pinguïn. Ik denk niet dat wij normaal mensen hebben behandeld gisteren. Nee, denk het ook niet. Maar ja, hij had wel... Dat was sowieso wel duidelijk. Hij had dat rare vloeistof ook over zich, hè? Hij zei van, hij was 1000 jaren oud en een mens kan geen 1000 jaar worden. Dus, pinguïns kunnen 1000 jaar worden. Krijg ik nou speciale vipplekjes? Nou, ja. Malino is ook 1000 jaren oud, hè? Ja, maar Malino is een goblin. Ja. Geen pinguïn. Wat? Malino is een goblin. Ja, een speciale VIP-plek. Maar is mijn vrouw, hoe kan hij een goblin zijn? Ik kan toch niet met een goblin trouwen? Oh. Je hebt echt met een 1000 jaar oude vrouw. Hij gaat weg, hij gaat weg! Ik moet weg hier. Nee! Oh, zeg maar dat dit niet waar is. Ik ben geen pinguïn. Ik ben geen pinguïn. Ik ben geen pinguïn. Ik ben geen Rusland, de dierenbescherming. Ik ben geen pinguïn. Ik ben geen pinguïn. Ik ben geen pinguïn. Wat de hel? Wat de hel? Wat gebeurt er? Nee, de pinguïn! Oh nee! Wat is er gebeurd? Wat gebeurt er? Wat is er aan de hand? Wat is dit? Wat is dat hierin? Waarom is dit helemaal open? Nee, wacht, waar gaat het heen? Waar gaat het heen? Wie heeft dat gedaan, Pudding? Was het de pinguïn? Moet pinguïn. Pinguïn moet voor de rechter komen. Ja, België is de rechtszaak aan tegen pinguïn. Hij spreekt ook hekserij uit. 7-4-4-7-4-7-4-7. Misschien zijn ze er nog. Nee, ze zijn denk ik weg. Snel, breng me weg, breng me weg, breng me weg. Breng me weg, breng me weg. Oké. Snel. Zijn hier nog meer mensen? Ja. Ze achtervolgen ons volgens mij. Ja, snel. Robby veilig. Zie je nou wel? Robby aardig. Ja, Robby. Altijd te luisteren. Eitun ook aardig. Eitun ook aardig. Ja, als we veilig zijn moet je maar eventjes precies alles uitleggen. Uitleggen. Oh, deze is niet aardig. Oké. Oké, okay. Kom mee. Geheime grot. Wow. Robby. Wow. Deze kant? Oh. Ik ben er. Oké. Deze kant? Boven? Afluisterkamer. Oké. Leg eens uit wat er allemaal gebeurd is. Kan je ze uitleggen waarom ik er op deze manier uitzie? Ik heb 1000 jaar lang vastgezeten in een capsule met water.